Ja, mensen, kinderverwerk, dat bestaat niet. Ja, onder dat motto ben ik van de week eventjes naar. Vorige week, als deze video geplaatst is, ben ik van de week vorige week eventjes naar de Lidl gegaan om wat vuurwerk te halen. Ik heb wel filmpjes gezien ervan, maar ik denk, ja, dan kan ik veel beter. Kan ik veel beter. Dus ben ik van de week eventjes naar de Lidl gegaan om wat categorie 1 vuurwerk te halen. Dus dat is wel leuk. En dan laat ik je nu eventjes een filmpje zien natuurlijk. Want ik zag een paar andere filmpjes van andere kanalen. Waaronder dus wat vuurwerk slash kermiskanalen. Is eigenlijk hetzelfde wat ik doe natuurlijk. En dat was interessant, want mensen, er zit wat in mijn neus. Interessant, want er was natuurlijk ook een filmpje gemaakt. Ik denk, dat ga ik ook doen. Want dit jaar, dus even alvast vooruitkijkend, geen collectiefilmpje zoals je die van me gewend bent van de afgelopen 2 jaar. Dat komt omdat ja, gewoon slecht bekeken en er zit toch veel werk in. Dus dat doen we even een keertje niet. Dus daarom dacht ik, doen we dit. En misschien dat het nog wel eens vaker gaat gebeuren en er komt nog even een ander speciaal videootje aan. Dus dat is allemaal leuk. Laat ik je even zien wat ik daar bij de Lidl gehaald heb. En niet alleen bij de Lidl, want ik was daarvoor ook nog eventjes bij Groenrijk. Ja, en daar. Ja, ik mag gewoon naam zeggen, toch? Nou, doe maar gewoon. Groenrijk. En daar heb ik ook nog heel wat categorie 1 vuurwerk gekocht. Daar wel eventjes wat speciaals mee genoemd. Laat ik je ook even zien. Dus eerst Lidl, dan Groenrijk. Laat ik jou maar even zien. Schitterend. Ja, als eerste hadden ze hier een Street Thunder vuurwerkpakket. Junior vuurwerk stond erbij. Nou ja, junior vuurwerk bestaat niet. Want vuurwerk moet je gewoon op een verantwoorde manier afsteken. En kinderen horen daar zeker niet bij. Maar dit was 12 plus, dacht ik zo even uit mijn hoofd. Nou, daar zitten crackeringballetjes in. De Flashing Fountain. Ik zal ze zo meteen nog even uit de dingen halen. Disco Flash. Schitterend. En dan hebben we hier Grondbloem. Ja, eigenlijk in mijn tijd zeiden ze altijd Grondbloem. Of zeiden ze geen Grondbloem, maar zeiden ze. Wat haal ik nou even op elkaar? Zeiden ze Wondertol. Dus ik zeg altijd Wondertol met crackling. Knetter. Nou, wat je wil. En dan hebben we hier nog. Wat zijn dat? Fonteintjes. Ik weet niet hoe ze heet. Ik kan het even niet zo goed zien. Maar laat ik je straks even zien, haal het even een pakketje. En dat hebben we nog meer gehaald. Hier 3 pakken grondbloemen. Waren ook lekker goedkoop. Wondertollen. Hè? Wat je wil. Grondbloemen, wondertollen. Zijn eigenlijk gewoon precies al de 3 pakjes. En dit, wat vond ik ook interessant. Want ik hou van fonteinen. Kijk. Fonteinenpakketje. En dat was nog aardig groot. Want het past niet in mijn visitas, mensen. Dus ja, goed. Wat heb je aan deze informatie? Niks. Haal ik er zo meteen ook even uit. Laat ik je zien wat allemaal precies is natuurlijk. Dus schitterend. Dan heb ik natuurlijk ook nog wat bij Groenrijk gehaald, zei ik al. Dus wat hebben we daar gehaald? Kijk, we gaan eventjes terug. Laat je eventjes nog een keer dat pakket zien. Pak ik het even bij, mensen, want dat heb ik eventjes niet op volgorde gelegd. Dat ben ik nu even buiten beeld dat doen natuurlijk, mensen. Schitterend. Hier hebben wij de Black Balls. De Black Balls. 8 stuks per pakje. En er zitten 4 pakjes van in. Daar haal ik er zo meteen ook even uit. Schitterend. En dat is Leslie vuurwerk trouwens. Het vuurwerk van Lidl is trouwens Weco vuurwerk. Ja, en we hebben nog wat luchthuisjes. En daar gaan we nog even wat speciaals mee doen dit jaar. Komt volgend jaar op dit kanaal. Dus zeker even kijken. Nou goed, dit verhaal dat zien we allemaal wel. Dat gaan we niet laten zien. Dan gaan we nu even bij de Black Balls verder. En dan halen we daarna het pakket eruit. Dus nou, blijf even kijken. Wachten. En dan zeg ik knip. En dan gaan we verder. Als eerste hebben we dan hier, kijk, je kan zien de Black Bull van Leslie. Dat was een crackering ball. Ik weet ook niet waarom dat black heet. Ja, omdat het balletje misschien black is. Maar het zal gewoon een normale crackering ball wezen, denk ik. Schitterend. Nou, hartstikke leuk. En dan hebben we, moet ik eventjes voor de camera. Hallo, hallo, ja, dit is mijn hand. Hallo, ja. Kijk, de crackering ball uit het pakket van Lidl. Ja, wat opvallend is trouwens, kijk, als je die naast elkaar houdt, doe ik eventjes. Zo, kijk, opvallend is dat de van de Lidl heeft een langere lont als die van Leslie. Ja goed, maakt mij in principe niet uit. Maar dat is eventjes zo eventjes op deze gezicht opvallend. Dan hebben we, kom ik weer, ja, schitterend. Wat hebben we, wat is dat? Even kijken, de Flashing Fountain. 4 stuks zitten erin van deze. Oh, zit er al niet voor de camera. Kijk, schitterend. Prachtig. Ja, het moet wel een amateurfilmpje blijven natuurlijk, dus dat doen we wel. Kijk, hier hebben we de Disco Flash. Ja, dat is zo'n disco dingetje, weet je wel, veel flitsen, zo fel aan je oren, schitterend. Beetje hetzelfde idee als je aan het lassen bent. Hier hebben we de Grondbloem Crackering, Crackling. Ik kan dat nooit goed uitspreken, weet je. De Bloem Flower staat er nog bij, Flower, schitterend. Grondbloem Flower Crackling.
Schitterend, kijk. Nou, nog nooit geen grondbloemen gezien. En dan hebben we hier een crackling fonteintje. Volgens mij is dat ook met fel licht erbij. Kijk, prachtig. Zie je dat? Fantastisch, 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 mensen. Fantastisch. Hebben we hier nog even de grondbloem. De gewone grondbloem. Van de Lidl Weekovenuurwerk is dat. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, dat heb je ook gezien. En dan had ik je zometeen nog even het pakket zien. Dat ga ik niet allemaal uitpakken, maar dat had ik je even zien. Dus schitterend. Ik zou zeggen, knip. Dan doen we nog even het pakket uitlichten. Hier hebben we dat, het is van fonteinen van de Lidl, categorie 1. De bovenste is de crackling fontein. Schitterend. En hier hebben we dan eventjes draaien, de disco fontein. Nou, disco. Ik hou ervan, mensen, disco. Wat hebben we hier? Hier hebben we de tricolor fountain. Schitterend. Mensen, och ja, ik lig een beetje op mijn buik. Een beetje veel vuurwerk te veel, maar mensen kan ook niet. Hier hebben we de green en blue fountain. Schitterend ook. Mag ik open. Want ik hou ervan. Hier hebben we de strong whistle. Ja, mensen, ik kom er niet uit, maar je weet het wel. Fluit in ieder geval. Fontein. En dan hebben we hier als laatste de zilver fontein. Schitterend. Ja, en ik hou van fonteinen, dus die ga je zeker ook terugzien in de compilatie van dit jaar. Komt natuurlijk weer een compilatie, dus schitterend. Nou, ik zou zeggen, dit vuurwerk ga je allemaal een beetje zien. Even een overzichtje nog, laatste overzichtje. Kijk, schitterend. Kijk, schitterend. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, prachtig. Kijk op dit kanaal voor meer. En nou, dit soort filmpjes. Misschien dat het vaker komt. De ballen.